Hey, hallo, het is ik, Tom van Gamersnet.nl en ik heet je welkom bij een nieuwe Wat Is video. En in dit geval is het Wat Is Stardew Valley? En ja, ik weet dat Wat Is in de vorige twee afleveringen eigenlijk vooral ging over gloednieuwe spellen. In het geval van Stardew Valley is dat niet helemaal waar, want Stardew Valley stamt namelijk alweer uit februari 2016. Toen is het in ieder geval verschenen op Windows in de vorm van Steam. En later is het ook nog verschenen op PlayStation, Xbox, macOS, Linux en sterker nog ook een Nintendo Switch release zit in het verschiet voor Stardew Valley. Maar goed, wat is Stardew Valley dan precies? Ja, het is een indie game ontwikkeld door één persoon. Kijk, veel independenter dan dat wordt het natuurlijk niet. Dat was Eric Barone, die onder de naam Concerned Ape één spel maakte. Helemaal uit zichzelf. Hij heeft het zelf bedacht, geprogrammeerd, in elkaar geknutseld en zelfs de muziek ervan voorzien. En Stardew Valley is daarmee zijn hele complete eigen project. En waarom deed hij dat? Dat is omdat hij een fan was van de Harvest Moon-serie, maar die games eigenlijk over verloop van tijd iets minder aantrekkelijk vond. Dus had hij zoiets van, hey, ik ga gewoon zelf een alternatief maken voor Harvest Moon. En dat doet hij gewoon helemaal vanaf de grond af. En dat is dus Stardew Valley geworden. Nou goed, mocht je de Harvest Moon-serie niet kennen, het is eigenlijk een spelletje waarin je, vaak 2 jaar lang probeert een boerderij te onderhouden. En dat gaat dan allemaal met leuk top-down, graphics, super rustgevend allemaal. En goed, Stardew Valley pakt echt letterlijk wel dat principe. Dus als je zo de gameplay ziet, dan zul je misschien denken van, oh, het lijkt ofwel op Harvest Moon, ofwel je zegt van, nou, het heeft een beetje die graphics van een oude Pokémon game. Of je hebt zoiets van, wacht, is dit niet gewoon Farmville? Nou ja, het is allemaal eigenlijk fout. Stardew Valley is geïnspireerd door Harvest Moon dan. Klein beetje Terraria. Oude SNES games vooral. En ook stukjes van bijvoorbeeld, een Animal Crossing. Dus ja, het is het onderhouden van een boerderij. Maar het is ook sociaal zijn met de mensen in het dorp in Stardew Valley. Het zijn kleine questjes doen. Het is ook een klein beetje minen à la Terraria her en der. Met steeds dieper gaan en steeds mooiere loot vinden en dergelijke. En daarmee is Stardew Valley eigenlijk best wel een compleet pakketje. En daarin kan het heel, heel verslavend zijn. Want heeft het een doel? Nee, niet zozeer. Ik heb de game wel eens gestreamd en dan zie je mensen langskomen die zeggen van, wat doe je nou eigenlijk? En dan zeg ik, het lijkt een beetje op Minecraft in dat aspect. Als in, het spel heeft niet echt een doel voor jou van dit moet je gaan doen, maar plaatst jou in een wereld en zegt, ga zelf maar kijken wat je moet doen. Minecraft heeft dat en Stardew Valley heeft dat ook. Dus je kunt ervoor kiezen om alleen maar te focussen op je boerderijtje, op je kleine farmpje. Je kunt ervoor kiezen om te focussen op de mensen in Stardew Valley en bijvoorbeeld te gaan voor een romance met een van de mensen die er rondloopt. Zij het heteroseksueel of homoseksueel, mag allebei. Maar het is ook een beetje gewoon, doe maar zelf waar je zin in hebt. Er is een klein losbandig narratief om te volgen, maar je kunt er bijvoorbeeld ook voor gaan om het hele museum vol te laden met allerlei artefacten die je hebt gevonden. Je kunt op andere dingen focussen, zoals het community center, waarin je allerlei dingen moet verzamelen en dan krijg je van een soort magische boswezens, krijg je kleine bonussen terug in de wereld. Maar in wezen draait het niet zozeer om het behalen van dingen. Stardew Valley is vooral gewoon een game waarin je gewoon heerlijk je tijd kwijt kan raken. En ja, trust me, dat kan ik verzekeren. Ik heb in mijn eerste game al in een week of twee 40 uur geklokt. Puur en alleen omdat het gewoon telkens weer, elke dag die je maakt in dat spel, is zo verslavend dat je denkt van, oh, ik moet nog werken aan deze crops. En oh, ik ben nu bezig met mijn kippen zo vrolijk mogelijk krijgen, zodat ze de beste eieren leggen en dergelijke. Ik heb nog een relatie gaande met die en die persoon. Ik moet wel even opletten dat ik haar wel de juiste cadeautjes geef, zodat ze echt van me gaat houden. En zo heeft Stardew Valley een heleboel aspecten die gewoon ontzettend verslavend kunnen zijn. Het is niet zozeer enorm meeslepend in de zin van, wauw, het is episch en je moet een heel verhaal uitspelen eer je het begrijpt. Het is gewoon, je duikt erin en je duikt er eigenlijk niet meer uit. In mijn geval werkte dat zeker heel goed. Het spel is gewoon ontzettend koddig. Dat komt door de graphics, dat komt door de rustgevende muziek. Dat komt door het feit dat het spel je eigenlijk niks opdringt en dat er nooit eigenlijk haast is met iets. Ja, er zijn verschillende seizoenen waar je op moet letten. Dus sommige crops kunnen sterven als je ze te lang laat staan. En dan, oh, het is nu in één keer winter en dan is alles dood. Ja, in die zin zit er misschien wat haast achter dingen. Maar verder, je leert geleidelijk aan dit spel spelen. En je leert geleidelijk aan alle geheimpjes en trucjes van het spel kennen. En dat is gewoon ontzettend fijn en satisfying om gewoon mee te maken.
En nogmaals, er is niet echt een endgame om te bereiken. Er is niet echt één streven waar alle gamers die in Stardew Valley duiken achteraan moeten gaan. Het komt vooral neer op, ga er gewoon in en doe gewoon lekker je eigen ding. Zoals ik al zei, lijkt een beetje op Minecraft in die zin. Is het spel daarmee compleet klaar? Nee, nog niet echt. Want ja, de game is niet in Early Access geweest. Het is echt gewoon verschenen. Het is nu te koop op Xbox One, PlayStation 4, Mac en natuurlijk Steam zelf, gewoon Windows. Maar het zou nog kunnen dat Stardew Valley nog wat groter gaat worden. De game is nu best wel uitgefaseerd. Het is nu compleet. Maar Eric Barone, aka Concerned Ape, heeft al verteld van misschien wil ik nog gaan werken aan een coöperatieve multiplayer-achtige modus. Daarover is niet heel veel bekend, maar wat Barone het liefst wil is eigenlijk een 4-player modus waarin je met z'n allen werkt aan één farm. Dus niet een wereld waarin iedereen zijn eigen farm heeft, maar gewoon één boerderijtje waar je dan met een viertal gamers samen dingen kunt doen. Dus één iemand gaat minen, één iemand gaat achter de dieren aan, één iemand gaat letten op alle crops, één iemand gaat misschien wel romances creëren met iemand in de drop. Kan allemaal. Ik ben wel benieuwd hoe dit uit zou pakken, want ja, Stardew Valley is over verloop van tijd goed gepatcht. Er zijn een heleboel mooie dingen toegevoegd, er zijn een aantal foutjes uitgehaald. Maar ja, dit zou best wel een hele nieuwe swoon kunnen zijn als deze multiplayer modus er daadwerkelijk in komt. De vraag is alleen wanneer, want ja, er wordt natuurlijk nu gewerkt aan een Nintendo Switch reveal, release, iets in die richting. Dus ik ben benieuwd of dat heel snel zou zijn als het ook echt die multiplayer erin gaat komen. Ik ben benieuwd wanneer dat zou komen. Maar goed, ja, dat lees je waarschijnlijk op Gamersnet als het wordt aangekondigd. Want ik ben wild van deze game, dus ik probeer ook iedereen op Gamersnet hier aan te krijgen. En dat is met een aantal personen al gelukt. Eens in de zoveel tijd krijg ik een berichtje van één iemand die zegt van hey Tom, waarom heb je me aan dit spel geholpen met je streams? Want nu ben ik dit spel fucking 80 uur in de week aan het spelen en het is jouw schuld. Waarvoor? Sorry. Maar goed, ik kon er niks aan doen. Deze game is gewoon ontzettend verslavend en ik hou ervan om het te spelen op stream. En ik hou ervan om mensen hier aan naartoe te verwijzen als ze zoiets hebben van ik zoek een game die lekker rustgevend is. Dan is gewoon Stardew Valley is gewoon je jam. Ga het een keer uitproberen. Sowieso, uitproberen zou niet eens een hele slechte move voor je kunnen zijn, want de game is niet eens heel erg duur. Je pakt hem op Steam voor nog geen 14 euro. En ik zweer, als je iets voelt voor de mechanieken van Minecraft, als je iets voelt voor de verslavingsfactor van Terraria, als je houdt van Harvest Moon of Animal Crossing, dan is Stardew Valley best wel een verslavend spelletje. En voor 14 euro kun je wel echt tientallen, misschien wel honderden uren bezig zijn met dit spel. Het heeft niet echt een einde, het kan eindeloos lang doorgaan en ja, er zijn heel veel verschillende doeletjes om in te halen en voor jezelf te stellen van wat je wilt doen, wat je kunt gaan doen en wat je kunt behalen. Dus ja, zeker, als je op zoek bent naar een verslavende simulatiegame met een soort van koddige vibe, Stardew Valley zou best wel eens je ding kunnen zijn. En daarmee wil ik graag deze Wat Is aflevering afsluiten. Stardew Valley, dit is hoe ik het zou beschrijven in het kort, kort door de bocht bij deze. Zeker, als je geïnteresseerd bent, ga het een keer uitchecken. En ook vooral, kijk eens naar de allereerste trailers van Stardew Valley. Toen het spel echt in 2012 of zo onthuld werd. Eric Barone werkte natuurlijk helemaal in zijn eentje aan. En als je gaat kijken naar die eerste stukjes gameplay van het spel en het vergelijkt met hoe het nu is, dan holy shit, de guy heeft echt flinke moves gemaakt. Het was echt best wel lelijk en absoluut niet aantrekkelijk. En nu is het daadwerkelijk, ja, een van de beste, grootste, meest verrassende indie hits van 2016 gebleken. Dus super nice. Stardew Valley, dikke props voor die ene guy, voor Eric Barone, die dit heeft gemaakt. Sowieso naast bijvoorbeeld een Owlboy, echt wel mijn favoriete indie van dit jaar. Of ja, vorig jaar dan bedoel ik, want ik neem het op in 2017. Nou ja, anyway, je snapt het wel. Ik ben Tom, dit was een Wat Is Stardew Valley voor Gamersnet. Kom eens een keer langs op de website en je kent het wel, het hele riedeltje. Als je op YouTube kijkt, like, comment en subscribe. En als je niet op YouTube kijkt, hit me up man. Twitter en zo, mag je volgen. Al die dingen. Ik ben heel slecht in het afsluiten van video's, dus bij deze, doei.